Zo, hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe aflevering van Shockwave Metaaldetectie. Dit is een nieuwe reeks, genaamd De Losse Vondst. En in deze reeks wil ik, zoals de titel het al zegt, losse vondsten behandelen die ik tijdens zoektochten heb gevonden, waarbij ik mijn camera niet heb meegenomen. Mede-YouTubers kunnen het vast wel bevestigen en beamen dat je niet altijd wil filmen tijdens zoektochten. Je wil ook gewoon lekker je gang kunnen gaan en niet vastzitten aan het feit dat je een video wil maken. Dat heb ik vorige week gedaan. En tijdens die zoektocht heb ik een vondst gedaan die ik in deze video wil behandelen. En dat is deze week dus de losse vondst. Ik had in eerste instantie het idee dat ik een bucketlister te pakken heb. En laten we eerst even kijken hoe het begon. Volgens mij heb ik een bucketlister te pakken. Ik film met mijn telefoon, want normaal gesproken film ik met mijn camera. Maar die heb ik vandaag niet bij me. Ik ging gewoon lekker zoeken. Maar volgens mij heb ik een bucketlister te pakken. En het waait als een malle. En ik probeer de wind een beetje voor jullie tegen te houden. Ik hoop dat het werkt. Maar laten we gaan kijken of het hem is. Ik draai de camera even om. Voordat ik de camera omdraai, zal ik even uitleggen wat die bucketlister van mij is. Ik heb namelijk nog nooit een zilveren gulden gevonden. Zilveren dubbeltjes, zilveren kwartjes, een zilveren rijksdaalder heb ik gevonden. Maar die zilveren gulden, die blijft bij mij uit. En die bucketlister hoop ik dus nu gevonden te hebben. Oké, ik heb mijn tas even neergelegd, zodat het waarschijnlijk de wind even tegenhoudt. Hier is de kluit die ik eruit geschept heb. Hier is het gat wat ik gegraven heb. En daar ligt wat. Daar ligt iets. Even, sommigen van jullie weten dat ik last heb van mijn knie. Zo. En daar, wat is het? Is het een zilveren gulden? Of is het een rijksdaalder? Wat is het? 1883, kijk eens. Wat is dit? Ah, wielrijdersbond. Wow, dat is misschien nog vetter. Is het zilver? Ik denk het. Oh. Ik ga hem even schoonmaken. Oké, hij is schoon. 1883. Kijk eens hoe mooi. Maar het is geen munt. Kijk, het is een plaatje. Maar om de een of andere reden denk ik toch dat het zilver is. Kijk nou wat hier al staat, hier. Algemene Nederlandse Wielrijdersbond, de ANWB. Huh, hij is niet scherp, oh daar staat hij weer. De ANWB. Ik dacht echt dat ik een zilveren gulden te pakken had, maar goed. Dit is ook niet slecht om te vinden. En ik denk dat het zilver is. Nice. En zoals jullie zien is het een zilveren speld van de ANWB uit 1883. Deze speld kreeg je als je je inschreef, als je lid werd van de ANWB in 1883. En mijn vader wist mij te vertellen dat hij zelf een aantal van deze spelden thuis heeft liggen. Dus dat vind ik ook wel heel erg grappig, want daar heb ik nooit van geweten. Hele mooie vondst. Geen bucketlister. Niet de zilveren gulden waarop ik nog steeds aan het hopen ben en waar ik op dat moment bijna van overtuigd was dat ik hem gevonden had. Maar dit vind ik toch ook wel een heel bijzondere vondst. Een zilveren speld van de ANWB uit 1883. Vond je deze nieuwe videoreeks De Losse Vondst nou leuk? Geef hem dan even een duimpje omhoog. Abonneer je op mijn YouTube kanaal voor meer van dit soort video's. En onthoud, een dag niet gezocht is een dag niks gevonden.